Hartelijk welkom in Workum bij het tweede deel van het Nederlands kustpad Groningen-Friesland. Hier bij het oude stadhuis van 1399 en daar aangebouwd de oudste trapgevelwoning van Workum. We gaan vandaag richting Makkum lopen. Loop lekker mee. Gelijk een leuk straatje in. Steegje, zeg maar gerust. Dit is toch geweldig. Work hem uit en meteen de polders in. Wauw. Kijk hier op, hè. Dit is toch wel een gedroomde start. Binnen 100 meter lopen we al door de weilanden. Geestig, hè? Toch maar even boven kijken. Heel in de verte zien we het IJsselmeer. Maar dat is echt maar een klein streepje waar die windmolens staan bijvoorbeeld. Wat een wijdheid. Eindpunt is nog 7 kilometer, maar we gaan natuurlijk een mooie tocht via Verwoude. Dit gehucht heet Donia Buren. En wat een prachtige boerderij. En zo staan er heel wat. Nog een prachtige Friese boerderij. Misschien wel van het type kop-hals-romp. Waarbij aan deze kant de opkamer was. In het midden de melkerij met daarboven de woonkeuken, boerderijkeuken en achterin de stallen en de schuur. Dat zou zomaar goed kunnen. Verwoude, een heel interessante plaatsnaam, want Woude staat natuurlijk op een bos, maar ver zouden wij nu zeggen, dat is ver weg. Maar dat was vroeger voor of bij. Dus vroeger was dit vlakbij een bos. Nou, dat bos is niet meer te bekennen. En uiteraard heeft ook dit dorp, Verwoude, een mooie kerk. Een beetje gelig van kleur. Hartstikke mooi. Zo te zien van de houten toren en van steen de onderkant. En op een terpje, zoals het hoort in Friesland. Even kijken deze. De Aaltjesmeerweg. Dat ziet er ook uit als polder, zo hoort het. Nog steeds is het land nattig, maar dat was vroeger anders. Er waren hier drie grote meren in dit gebied. Het Workumermeer, het Paregaastermeer en natuurlijk het Makkumermeer. Allemaal drooggelegd ten gunste van de landbouw. Met deze kaart is het goed uit te leggen. Vorige keer ben ik gestart bij Stavoren, dat ligt hier net onder in de kaart. Hinderlopen. Workum en vandaag van Workum via het binnenland naar Makkum.
En dan volgende keer via Makkum rondom de afsluitdijk waar we niet komen naar Harlingen. De paadjes worden weer steeds smaller, zo hebben we het graag. De Bonje Terperweg. Frieser kan je het niet krijgen. Daar achter mij één huis. En hier twee boerderijen achter mij. Dat maakte volgens mij drie. Dat was al zo toen dit dorp zijn naam kreeg. Maar toch hebben ze bedacht, we noemen het Vierhuis of Vierhuizen. Misschien met het idee dat ze ooit nog een huis bij gingen bouwen. En niet steeds de dorpsnaam hoeft aan te passen, maar dat is nooit van gekomen. En dit verklaart toch wel de naam Vierhuizen. Het huis ligt aan de ene kant van de weg, de oneven kant, nummer 1. En aan de overkant, de even kant, heb je huis nummer 2. En daarna komt natuurlijk 4 aan de even kant. Dus nummer 4, ook al zijn er 3 huizen. Alinga Wier. En Wier is natuurlijk een terp. Een verhoging. De markering is gelukkig duidelijk. We gaan die kant op en dat is maar goed ook, want de GPS-lijn zei dat we bij dit kerkje rechtdoor moesten, maar dat is tegenwoordig privéterrein. Dat gaan we dus niet doen. We gaan de weg volgen en de markeringen. Met een kerk, niet met een punt, maar met een zadeldak. Hartstikke leuk, zeer wat anders. We steken hier het kanaal over, het Panhuiskanaal, wat helemaal doorloopt tot in Makkum. Alleen daar krijgt hij op een gegeven moment een andere naam en dan heet hij Grutte Zeilroede of iets wat daarop lijkt, maar dan op zijn Fries ongetwijfeld. Eens kijken of we op de dijk mogen lopen langs het Panhuizenkanaal. De nieuw gemarkeerde route komt hier vandaan, terwijl de GPS-lijn nog daar vandaan komt. Dus we zitten weer op dezelfde route. Nog 2 kilometer naar Makkum. Dit is niet het spannendste stuk van de route. Makkum al. En waar is Makkum al 400 jaar zeer bekend van de keramiek- en aardewerkfabriek daar achter me, die oranje daken. De koninklijke Tichelaar aan dit water, Grutte Zeilroede. Daar moet ik ook langs, alleen de andere kant op, want ik moet het centrum in. Prachtige huisjes. Langs de Pruikenmakershoek. En hier bij de vredige haven van Makkum en 2 waanzinnig grote loodsen is de doorgang naar het IJsselmeer. Hier zo, daar helemaal achter die monding begint het IJsselmeer. Maar hier op deze plek ongeveer in Makkum eindigt deze 2e etappe van het kustpad. Leuk gekeken, bedankt voor het meegenieten. Volgende keer naar Harlingen. Tot ziens.